We staan hier in de Eerste Penekenstraat, een hele oude straat in het Oude Noorden. In een wijk die ongeveer in de periode 1880-1920 is gebouwd. Was in een periode dat Rotterdam enorm aan het groeien was, omdat in 1872 was de Nieuwe Waterweg gegraven. En daarna ontstond er zo verschrikkelijk veel werkgelegenheid en voornamelijk ook werkgelegenheid voor handarbeiders. En dat kwam goed uit, want in Brabant en Zeeland was in die periode de mechanisatie op gang gekomen. En al die loonarbeiders, grondwerkers eigenlijk, die werden daar overbodig. En die waren hier heel erg welkom. Toen werden hier in een no-time allerlei straten uit de grond gestampt. En dat waren vaak pandjes van 2-3 huizen, allemaal anders van vorm. En dat kun je nog duidelijk in het Oude Noorden zien, dankzij het feit dat het Oude Noorden praktisch niet gebombardeerd is in de oorlog. En dan zie je ook heel veel laagbouw. Dat zijn woningen met hooguit 1 verdieping. Dat waren de zogenaamde vrije bovenwoningen. En dat had ook weer te maken met die Brabanders en Zeeuwen die waren gewend begaande grond te wonen, landelijk. En die kwamen toen hier en die wilden absoluut niet 2 hoge opgesloten zijn. Maar ja, dat ging langzaamaan moeilijker, omdat de animo om hier zich te vestigen werd zo groot dat zelfs in het noorden in 10, 20 jaar tijd de grond ook weer schaars werd. En toen zijn ze omhoog gegaan. En dan in zo'n straat als hier, de Penekerstraat, daar had je enorm veel kleine winkels, omdat de grootschutters zoals Albert Heijn en zo bestonden nog niet. En dan had je in iedere straat wel een paar bakkers, een paar slagers, een schoenmaker, noem maar op. Alles in die directe omgeving. Omdat er was natuurlijk ook geen autoverkeer nog op gang gekomen. De mensen moesten alles lekker dicht in de buurt hebben. En zo, als we hier op het punt waar we nu hier staan, is dat een mooi voorbeeld. Hier aan de overkant, daar had je om de hoek Bosma. Dat was dan al een grutter die voor die tijd heel groot was. En er vlak naast waar het nu zo lelijk met die tresplaten dichtgetimmerd is. Daar zat Van Herpen, dat was een slagerij. Daarnaast, kan ik me nog herinneren, zat een opticien. Verderop een bloemenmagazijn. Een bakker. En dan helemaal om de hoek, daar zat de post, de PTT, een postagentschap van de PTT voor het Oude Noorden. Er staat in heel dat rijtje, tussen die lelijke trespa-platen in, staat een heel mooi pandje. Heel raar eigenlijk. Ja, dat kom je veel vaker tegen hier in de wijk Oude Noorden. Omdat ik zei net al, veel van die pandjes die werden in opdracht van een kleine belegger neergezet. En vaak 2-3 pandjes. En dan waren er allerlei aannemertjes die waren hier aan het bouwen. En op een gegeven moment kwamen ze elkaar tegen, zoals hier bij dat pandje. En dan hielden ze een paar meter over. Rien, je hebt hier een foto. Daar is het pakhuis op te zien. Kan je het aanwijzen even? Ja, het pakhuis kunnen we helaas niet helemaal zien. Maar hier aan het eind is het pakhuisje in de jaren 50 te zien. En op het uithangbord staat dat er in die periode het timmerbedrijf gevestigd was. En hier om de hoek zien we duidelijk het hulppostkantoor in het Oude Noorden. Met zo'n mooie rode gietijzeren
brievenbus, ook uit die periode. En wat we op de foto zien, een hijshaak die er nou niet meer is. Die hijshaak zien we hierboven. Vroeger hadden ze natuurlijk niet van die moderne hoogwerkers, zoals we nu vaak tegenkomen. Maar werd er met een controle, werd er zware goederen hier naar de bovenverdieping getransporteerd. Op nummer 69 zit dit hele oude pandje uit 1898. Dat heb ik anderhalf jaar geleden van meneer Been mogen kopen. Zo beschouw ik dat een beetje. Ik kwam vaak door deze straat, omdat mijn zoon verderop restaurant Branco heeft. En ik was van begin af aan gecharmeerd. Na wat zoeken kwam ik de eigenaar tegen en ik mocht het kopen op voorwaarde dat ik het niet zou verramschen. En heb ik ook niet gedaan. Zoals u misschien al gezien heeft, heb ik het redelijk mooi opgeknapt. En ik wacht nu op een huurder. Ik heb niet haast, ik heb geen haast, want ik wil gewoon het soort huurder hebben waar ik naar op zoek ben. En dat is bijvoorbeeld een kunstenaar of een schilder of een pottenbakker of een beeldend kunstenaar of zelfs een grafisch ontwerper. Daarvoor lijkt me dit soort pandjes erg geschikt. Ik wil geen ander soort bedrijf hierin hebben. Dus daarom staat het al nu een maand of zes leeg. Hoe trof je het bedrijfje aan, of tenminste het pakhuis aan? Ja, ook eigenlijk wel mooi, heel authentiek. Stoffig. Meneer Been zelf was niet van dien gezondheidsaard dat hij daar vaak kon kijken. Dus het was allemaal een beetje stoffig. Maar toch wel aardig. En er had geen elektriciteit in, geen water in, geen licht in, geen riolering. Dat heb ik er allemaal in laten zetten. En daarna laten schilderen. Bijvoorbeeld de deuren waren van een soort hechthout gemaakt. Niet mooi. In België hebben mijn vrouw en ik bij een antiquaire deuren gekocht die ongeveer de maat hebben. Erin laten zetten en zoals u misschien ook gezien heeft, de balustrade hebben we erin gedaan voor het geval dat het verhuurd wordt, dat daar verder niemand naar beneden kan. En voor de rest heb ik alles gelaten zoals het was, de kleuren binnen hetzelfde. Buitenkant was een soort paarsgrijs, niet onaardig, maar ik vond dit eigenlijk meer passen in de Pijnerkastenaat. Er was geen water, er was geen elektriciteit, er was geen riolering. Er zit een compleet nieuwe groepenkast in, nieuwe elektriciteit. Nieuwe riolering, nieuw water en onder het trapje, ik weet niet of u dat gezien hebt, zit misschien wel het kleinste toiletje van Rotterdam-Noord. Maar het is toch te gebruiken. En ik wilde ook verder niet een toilet hier ergens een hokje bouwen. Een toilet vond ik niet mooi. Dus het zit een klein beetje verstopt achter de trap. We hebben oude foto's gezien van het pand en er is ook een hijsbalk. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, de hijsbalk boven, dat was heel erg aardig van een van Rotterdam's oudste verhuisbedrijven, de firma Vos, meen ik. Daar ben ik geweest en die waren gelijk enthousiast en die hebben me een hijsblok gegeven uit, dat zal begin 20e eeuw geweest zijn. Het ligt thuis. Het probleem is een klein beetje, ze hebben de hijsbalk heel kort afgezaagd, dus ik kan hem niet verstek verlengen. Ik moet de balk helemaal over het dak verlengen en dan, dat betekent dat de dakbedekking er helemaal af moet. Er moet een nieuwe balk. Dat gaat wel gebeuren, maar wanneer weet ik niet. Ik denk volgend jaar wel. Maar ik wil zeker dat katrol, dat blok, wil ik daar ophangen met twee manila einden er doorheen. En dan ergens door de gevel naar binnen voeren, zodat ook dat laatste stukje nog authentiek is. Het klinkt alsof je verliefd bent op het pakhuis. Nou, verliefd. Maar ik vind het wel, ik ben er wel van gecharmeerd. Ja, ik vind het echt een heel, heel prettig pandje. Het doet me wel wat dat het weer helemaal gerestaureerd is. En dat ik hoop dat mijn kleinkinderen daar straks nog eens naar kunnen kijken. Ja, vind ik leuk.